Iedereen kent natuurlijk het Nederlands Filmfestival, maar er bestaat ook zoiets als het Nederlands Filmfestival voor scholieren. En daar heeft het Cals College in Nieuwegein op 17 september aan meegedaan. Niet geheel onverdienstelijk, de school ging maar liefst met 3 prijzen naar huis. Jullie hebben meegedaan aan het Nederlands Filmfestival voor scholieren. Hoe was dat? Leuk. Het is maar gewoon een heel leuk festival om te komen. Want het is een wedstrijd dus. Het is wel een wedstrijd, maar er is niet echt een wedstrijdsfeer. Er zijn heel veel workshops. Het is heel veel dat je samen doet en het is wel gewoon heel leuk. Maar het is uiteindelijk wel een competitie, ja. En hoe is het ontvangen bij het NFFS? Ja, goed. Het was wel grappig, want vorig jaar had ik ook gewonnen met een andere film. En sommige mensen kennen mij nog van, je bent die jongen die gewonnen had. Dus ik hoorde van een paar mensen dat ze hem ook leuk vonden. Dus dat was wel mooi. Dus je hebt weer gewonnen? Ja. En wat win je dan? Een reis naar Griekenland. En de eer, eeuwige roem en zo. What's going on? En wat heb jij gewonnen? Ook een reis naar Griekenland? Ja, ik heb in mijn categorie 1 minuut onderbouw heb ik de eerste prijs gehaald. En dan mag je een week naar Griekenland voor het Camera Zizanio Festival. Dus dat is erg leuk. En hoe kwam jij er zo op om zelf al thuis films te maken? Ik heb het idee eigenlijk van Casper. Ik heb vroeger begon hij met filmpjes maken en hij vroeg mij of ik ook wel eens mee wilde doen. En zo ben ik ook een beetje aan begonnen. En hoe kwam jij dan op dat idee vroeger? We zaten wel in dezelfde groep 8. Maar er was een soort van project over film en we hadden de coolste meester, dus die koos dan film, zeg maar. En je vertelde over dat je ook met klei een filmpje kan maken, weet je, met 24 beeldjes per seconde en dat je dat dan achter elkaar afspeelt. En sinds hoe lang maak jij nu films met een camera? 3 jaar of zo. Ja, 3 jaar. Wat voor films maak je dan precies? Nou, eerst maakte ik een soort van kleine grappige filmpjes. Dus mijn doel was eigenlijk om een soort van YouTube-publiek te trekken. Maar toen ben ik uiteindelijk wat soort van serieuzer gegaan. En nu maak ik nog maar 2, zeg maar, wat echte films per jaar. En dan doe ik daartussen wat testjes meer. We need to talk. Maar vertel eens even over jouw film. Waar ging die precies over? Het idee van mijn film is een soort van een parodie op het soapconcept. Ja, het begon een beetje een rare grap. En dat hebben we toen uitgewerkt in een filmpje, in een heel script. Het is een beetje absurde humor. Maar ja, het heeft de zaal van het NFFS wel aan het lachen gekregen, gelukkig. Dus dat was wel leuk. I've been wanting to tell you this for a while now. You can tell me anything. I don't know. Anything! I'm an airplane. What? I'm a Boeing 747. Boeing 747? Yeah. After all those years? After all those years! I'm sorry! Why didn't you tell me? I didn't want to hurt you! I thought I could trust you! This isn't over yet! En wat heb je van dit jaar ingestuurd voor het NFFS? Dat was Anne Roos. En dat is een 10 minuten lange, soort van spannende film over 2 meisjes die zitten in een bos en die worden achtervolgd door een enge man. Met een twist op het eind en alles is anders en zo. Dat klinkt wel eng, ja. Nou, dat moet je zelf bepalen. Hier is de winnende film van Casper Buitendijk. Anne Roos.
Anne? Anne! Anne! Kom, Anne. Anne! Anne! Kom, we moeten gaan. Wat is er gebeurd? Kom, we moeten gaan. We hebben geen tijd. Wat is er aan de hand? Ga meekomen. Als je nou eens vertelt wat er aan de hand Prima. Is. Prima. Als je niet opstaat, word je gevonden. Dan meegenomen en dan vermoord. Waarom? Meekomen. Blijf focussen. We moeten verder. Waar moeten we heen? Weg. Wat? Niets. Weg, daar kan ik niets mee. Waar moeten we slapen? Dat weet ik nog niet. Maar dat maakt ook niet uit. Voor nu moeten we gewoon... Fuck. Wat? Zijn we hier niet al geweest? Ja, weet ik veel. Ik zie toch alleen maar bomen. We zijn hier eerder geweest. Fuck. We zijn geen steek verder gekomen. Jawel. Nee. Het gaat niet lukken, of wel? Nee. Wat doen we nu? Aanvallen. Pardon? Aanvallen. Je bent gek. Nee. Wat wou je doen? Hem gaan slaan met takken of zo? Niet schrikken, oké? Roos, luister nou. Er wordt niemand gestoken. Prima, joh. En lekker dood.
niet schrikken, oké? Black.